Ik ben Marianne. Ik werk in Dierentehuis Stevenshagen in Leiden. En dit is Bobby. En dat is Roxy. Bobby, dat is een kruising Chihuahua Shih Tzu. En die is 11 jaar oud. En die is hier gekomen omdat er zijn kinderen geboren in het gezin. En dat gaat niet samen met Bobby. Hij ging ze ook bijten. Dus, en Roxy, eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal. Die is alleen wat jonger. Die is 6 jaar. Kruising Shih Tzu. En die is hier ook vanwege niet met de kinderen kunnen. En ook onzinnelijk gedrag. Nou, de meeste redenen, dat is bijvoorbeeld echtscheiding, waardoor de mensen dus uit elkaar gaan, meer moeten werken, dus de honden de hele dag alleen zijn. En bijvoorbeeld als er kinderen komen, dus dan hond en kind gaan niet altijd samen en dan wordt er afstand van gedaan. Dit is Duma, zijn kruising Podenco van 4 jaar oud. Nou, het is een hele energieke hond. En als hij niet de energie kwijt kan die hij in zich heeft, dan heb je kans dat hij natuurlijk met het alleen thuis zijn, je huis gaat slopen, echt vervelend gedrag gaat vertonen. En hij moet echt wel elke dag natuurlijk lekker kunnen rennen, vliegen, hollen, spelen met andere honden. Als je dat hem niet kan geven, dan doe je hem tekort en dan krijg je toch ongewenst gedrag. Nou, als advies zou ik geven als je een hond neemt, laat je heel goed adviseren. En dan bijvoorbeeld door een asiel, kan ook altijd, of de rasvereniging. Maar dat je echt zeker weet dat de hond waar je voor wil gaan, past in jouw situatie.